In de maanden juli en augustus vinden in drie fasen grootschalige werkzaamheden plaats aan de Nieuwe Tientweg, de Van Ofstadelaan en de Wisselstrook. Van 13 juli tot en met eind augustus is de Wisselstrook afgesloten om deze te kunnen aansluiten op de nieuw gebouwde flyover en op de Nieuwe Tientweg. Deze werkzaamheden hebben grote gevolgen voor alle verkeersdeelnemers. De tweede fase start maandag 10 augustus om 6 uur 's ochtends en eindigt op zaterdag 15 augustus om 4 uur 's middags. De Nieuwe Tientweg blijft ook in fase 2 tussen de rotonde bij de Burgemeester Albertslaan tot de kruising met de Boerhavenlaan volledig afgesloten. In deze fase wordt tevens het deel tussen de Boerhavenlaan en de Grote Kruising volledig afgesloten voor al het verkeer. De oversteek van de Van Ofstadelaan naar de Boerhavenlaan blijft in beide richtingen open voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting verbreedt de aannemer de bestaande weg en vernieuwt hij het huidige wegdek. Ook sluit de aannemer de flyover aan op de Nieuwe Tientweg. Tijdens de afsluiting geldt een omleiding voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Autoverkeer komend vanaf de Algrabrug of vanuit de Krimpenerwaard wordt omgeleid via de Krimpenerbosweg. Vervolgens via de Overturenlaan, de Van Ofstadelaan naar het centrum. Of via de Vijverlaan, de Moderato naar de Nieuwe Tientweg. Fietsverkeer vanaf de rotonde bij de Burgemeester Albertslaan wordt omgeleid via de Burgemeester Albertslaan, de Nachtegaalstraat, de Oranjesingel, de Noorderstraat en de Rotterdamseweg. Fietsverkeer vanaf de Van Ofstadelaan wordt omgeleid via de Boerhavenlaan, de Koekoekstraat, de Elkerliek, de Nachtegaalstraat, de Oranjesingel, de Noorderstraat en de Rotterdamseweg. Alle informatie en omleidingsroutes vindt u op www.degrotekruising.nl. Dank voor uw begrip.